leg of we gaan zwemmen. Ja, we zijn heel goed bezig en we hebben als beloning een toekomst gekregen. Ik ben nu hier. Overleef het wel. Goedemorgen! Welkom bij de Backstage Video. Wij staan vandaag op Schiphol. En wij gaan vandaag met Brugklas op reis naar Curaçao! Hoi allemaal, we staan op Schiphol nu, want we gaan zo meteen vliegen naar Curaçao. We zijn nu aan het overleggen of we gaan zwemmen. Zo. Ik dacht, dit is waar alle fans op gewacht hebben, jongens. Je vraagt me verkering. Eindelijk! Nee. Tigers, tigers, tigers zijn we hangen. Niet met Wendy. Wendy, Wendy, Wendy. Dus we zijn nu, oh wauw, die zon. We zijn nu officieel in Curaçao. Dit is wat ik vandaag aan heb voor Liz. Het is mijn Liz kleding. Ik heb een soort schattig tuniekje met een shirtje eronder. En dat is waar Liz vandaag in gaat opnemen. We gaan ons nu omkleden naar onze shirtjes van onze mini stage hier. Oh, dit zijn deze leuke blauwe vrijwilligers shirtjes. En daarin gaan we ook de scène doen. Ik ga hem aantrekken in 3, 2, 1. Oké, we hebben nu onze blauwe shirtjes aan en we gaan de scène starten. Oh, moet je hier niet goed doen, jongens. Hey, ik heb me een beetje verdiept en ze kennen gewoon manier om dit allemaal op te lossen. Ja? Hoe ging het net, Jip? Nou, ik deed het echt fantastisch, maar Wendy, ik weet niet of je haar kent. Wat ben jij gemeen, zeg. En er is ook een bijrol die nu op Curaçao al is. Dat is namelijk... Joep! Hallo! Hi! En jij woont al 4 jaar op Curaçao? Ja, dat klopt. Dat is echt heel vet. Ja, zeker. Is het heel erg anders dan in Nederland? Ja, het is veel warmer hier op het eiland en ander klimaat dus. En ja, mooie stranden. Ja. Weer. En is de school anders? Ja, ik zit op een Nederlandse privéschool. En ja, dus kleine klassen. Zijn de lesroosters anders of zo? Of is het gewoon hetzelfde? Ja, ik begin heel vroeg, 7:15. Echt niet normaal, maar ik ben wel op de laatste in ieder geval binnen uit. Dat is wel echt. Oh, dus wel lekker vroeg thuis weer. Ja, precies. Ik keek dus mijn eigen vlog terug en echt nummer 1 fout voor vloggen heb ik gewoon gemaakt. En dat is dat je niet in de camera kijkt, maar naar je scherm kijkt. Dus ik ben ook nog aan het leren. Maar vanaf nu ga ik alleen maar in de camera kijken en niet meer naar mijn schermpje, zoals ik eerst deed. Ik ga nu mijn vaste testimonials opnemen. Dat is dat stukje wat aan het eind van elke aflevering is. Dat ga ik samen met Pie opnemen. Oh, we hebben samen! Ja, we hebben samen één testimonial. Hier is Jip nu bezig met zijn vaste testimonial. Ik denk op het velen. Met dit prachtige uitzicht op de achtergrond. Eerst wil ik eigenlijk helemaal niet mee. En alleen omdat mijn moeder zei dat ik wel echt gaan, ben ik nu hier. Nou jongens, de opnames van vandaag die staan erop. Woehoe! Dus we zijn klaar met alle opnames en scènes voor vandaag. We gaan nu lekker terug naar het hotel. En daar hebben we nog lekker tijd voor onszelf, want we zijn ingelopen. Dus dat is heel leuk. Ja, en we gaan dan lekker zwemmen naar het strand. En lekker avondeten en zo. Kunnen we het in ieder geval niet wandelen? Hi, onderhand is het zo ongemakkelijk. Hi, hi. Hoi, hoi. Hoi allemaal. Hoi, hoi, hoi. Een hele goede morgen. Welkom bij mijn vlog. Ik ben net wakker, het is... ...6:21. En ik moet om 6:30 zijn bij het ontbijt. Dat gaat niet lukken, denk ik, maar we gaan het proberen. Het is toch echt lekker wakker worden, jongens. We gaan er weer een leuke dag van maken. Ik heb er heel veel zin in. We gaan naar onze locatie. We gaan naar Willemstad, ouwe. We gaan naar Willemstad. Oh, hey, hoor je dat ook? Oh,
we zijn natuurlijk in Willemstad. We moeten wel gewoon wat souvenirtjes kopen. Voor thuis. Voor de familie. Kijk eens. Nou jongens. Succesvol. We zijn geslaagd. En deze. Wauw, wat een vet koelkast ding. Ja, we zijn heel goed bezig en we hebben als beloning een kokosnet gekregen. Maar ik heb dit nog nooit gedronken. En ik ben best wel moeilijk met eten en drinken. En ik hou niet echt van melk. Dus waarschijnlijk ga ik het niet lekker vinden. Maar, kijk. We staan voor nieuwe dingen. Heel apart, maar wel lekker. Ik vind het verrukkelijk. Nou jongens, zoals jullie zien is het donker. Kijk, het is helemaal donker. We gaan namelijk Jip prenken, hij zit in de kamer naast mij. En ik ga hem denk straks even wakker maken ofzo, ik ga hem wakker laten schrikken. Ik weet het niet, maar één ding weet ik wel, het gaat heel erg leuk worden. Met die tegen die vlogcamera. Als het goed is, Jip slaapt niet. Als ik hier achter in de deur sta, ik zo heel langzaam die deur zo open gaan. En ik kom zo. Maar waarom klik je eruit, broer? Dat is echt zo. Ik schrok zo hard, ik liet de camera bijna vallen, gast. Dit is echt heerlijk. Kom maar, kom maar. Jusa gaat echt hard, man. Nou, wij zijn nu even lekker aan het ontbijten. Ik zit al eventjes met mijn voeten in het vlees. Want ik heb opeens hele opgezette enkel. En sowieso zitten we allemaal er bij de apotheek allemaal dingen te zoeken. Ze houdt zich zo sterk, jongens. Echt niet normaal. Kijk, ik weet niet, je ziet niet met op camera. Helemaal niet op camera. Maar het is ja, heel erg dik. Helemaal niks op camera. Het doet nu ook wel echt weer heel erg veel pijn. En dat deed het al de hele tijd, maar nog meer zeg maar. Maar goed, helemaal niet uit, want we gaan nu gewoon scène draaien. En dan is het helemaal goed. Ik heb overleef je het wel? Ja, tuurlijk wel. Nee. Nou, maar wat je moet doen is gewoon een natte compress te plaatsen. Natte compress. Heel mooi uitzicht. Echt wauw. Kijk dit. Ah, heel erg bedankt. Nice. Dankjewel. Dankjewel. Ik ben maar liefst 1 uur en 5 minuten te laat. En zij heeft letterlijk al heel veel toetje op. Ik heb geen naam in eerste hand. Nou, dat komt. Oké, jongens, we zijn inmiddels alweer gearriveerd in het resort ding. En kijk eens hoe mooi ik wacht. Waarschijnlijk heeft iedereen het echt al 35 keer showed. Maar, oh, dat ben ik ze. Het licht opzoeken. Allemaal tips. Oké, jongens, ik ga nu naar mijn kamer en dan moet ik gelijk mijn benen omhoog gaan doen. En moet ik het, wat was dat nou? Ik moet in ieder geval nat maken. En, ja. Dus ik kan vanavond ook geen leuke dingen doen. Na het avondeten zei hij van, moet je eigenlijk gewoon zo snel mogelijk naar je hotelkamer en gewoon je rust pakken. Het is vandaag alweer de allerlaatste dag op Curaçao en ook mijn dag om te vloggen. Voor de eerste scène moeten we ontbijten. We hebben eigenlijk net al ontbeten, maar ze hebben hele ontbijt afgemaakt. Dit is de cameraman die helaas mee is. Oh, meneer Vormers, na al dat draaien ben ik toch moe. Kunt u de vlog niet even overnemen? Je hebt het zwaar, hè, jongen. Geef het zware werk maar aan mij. Welk knopje moet ik drukken eigenlijk? Hij staat al aan. Ja, maar hij moet toch weer uit nu? Nee, je moet wel de vlog overnemen. En oh, dat ik iets vertel. Ik ga leuke dingen doen, denk ik. In de camera kijken. Oh, in de camera. Nou, welkom op mijn dag. Nou, we zijn even het eiland aan het exploren. Nou, ben ik hier in een ijswinkel omdat mij werd gezegd, je moet daar een ijsje gaan kopen, want dat zijn de lekkerste. En kijk eens, hier zijn ook van die leuke kleurtjes. Heel gezellig. Moet ik een brief maken. Ik weet niet meer precies, met cookie, karamel. En de boter is kokosnoot. Ik ben in Willemstad aangekomen en ik sta hier op
werelderfgoed. De UNESCO-lijst staat dit. Het is een oud fort in 1828 gebouwd en het was bedoeld om de stad Willemstad, die zie je daarachter, te beschermen tegen piraterij. Want aan deze kant is de zee. Oh, dit is wel heel dichtbij, hè? Nou. Attent voor opname en actie. Loopt. Wat vindt u ervan, Schoenen? Ik vind het een heel goed plan. Dan ga ik een donut op eten. Stop. Stop. Dan is dit de jongensnummer. Ja! Die was Brugklas op Curaçao en dankjewel voor het kijken. En we zien jullie de volgende keer. Woo!